de Eredivisie is gekomen. Het is natuurlijk eigenlijk een schande. Hier wel op voorsprong, want geen houden aan voor Noordin Bakker. De kopbal van Reemans. Jonge Belg die zijn eerste doelpunt maakt in het betaalde voetbal in zijn derde seizoen. Meeuwis. En Bodor die de hoek in gaat. Meeuwis kiest voor een bal richting Oper. De vlag blijft omlaag. Dus moet dit de 1-1 zijn? En is het 1-1? Oper die eigenlijk niet zou spelen, maar omdat Cissé afhaakte een basisplaats kreeg, is hier de maker van de 1-1. De trap van Meeuwis. Het is geen buitenspel voor Oper. En dan blijft hij rustig oog in oog met Verhoeven nadat Schilder dus te laat stapt. En is het... Mataai en Steur gingen hem voor. Vrij trap genomen door Vrede. Die vindt Lawal. Chatile laat de bal voor zijn schoen springen. En dan is Bob Peters heel erg attent. En benut hij zijn tweede kans van de wedstrijd. De fout wordt gemaakt door Marco Chatile. En Peters is heel erg attent. Nijkamp heeft hier natuurlijk geen verweer op.